Het verborgen DNA. Ja, we gaan het over de muziek hebben. Dit is de rubriek elke maandag waarin we samen met Jo de Porter op zoek gaan naar de verborgen, de speciale kantjes van bekende mensen. We zitten helemaal in de muzieksfeer. Dus goedemorgen Jo de Porter. Goedemorgen. En goedemorgen, vrolijk duo. Hallo Chris. Jo de Porter, we gaan het over Robbie Williams hebben. Absoluut. Robbie Williams die in de... En, ja. Nee, zeg jij maar. Je wou er een vraag uit gooien, ik hoor het. Nee, ik wou gewoon zeggen dat hij heel vaak genoteerd staat in onze top 2008 keer. En nog twee keer met zo'n een of ander bandje. Waar veel hij ooit, te weinig. Waar hij ooit in zat, Take That dat, of zo. Dat niet elke single ja, erin staat. Met andere jonge mannen. En daarnaast heeft hij deze week ook een zeer belangrijke week. Want zijn oudste dochter Dora, die zal bruidsmeisje zijn op het grote koninklijke huwelijk wat plaatsgrijpt aanstaande zaterdag. Je weet, het nichtje, prinses Eugenie, de kleindochter van de koningin, het nichtje van William en Harry, die trouwt op dezelfde plaats waar Harry een paar maanden geleden getrouwd is. Okay. En zij zijn bevriend met de aanstaande man van haar. En zijn oudste dochter mag daar met bloemen in haar haar achter het bruidspaar naar het altaar lopen. En hij en zijn vrouw gaan er dus aanwezig zijn. Dus het is een beetje een spannende week als je kind dat soort belangrijke taken gaat uitvoeren. Daarnaast zit hij ook nog, wij zien hem wat, behalve in jullie fantastische top 2000, zie je hem bij hem wat weinig de laatste tijd. Ja. Hij zit ook in de jury van de X Factor in de UK op dit moment. En dat is een rare plek, omdat hij natuurlijk naast Simon Cowell zit daar, maar ook naast zijn echtgenoten. En aan de andere kant zit Gary Barlow. En dat is die andere van dat groepje waar je daar... Dat groepje. Ze gaan weer op tournee, had ik gehoord, dat groepje, Take That. Wel, het zal je verbazen, het zal ons allemaal verbazen. Volgend jaar bestaan ze... is het 30 jaar geleden dat ze opgericht zijn. Oh my god. En ze gaan... 14 juni komen ze naar ons land. Ik weet jaar. Het. Sorry, kijk, voilà. Ik weet er ook veel over, hè, want ik ben een fan. Voor de data moet ik bij jou zeggen. Weet je hoeveel er ook komen, Anke? Weet je dat dan? Drie, ja, er komen er maar drie. Mm-hmm. En Robbie zal er helaas niet bij aanwezig zijn, want die is toch al eens met Bombari twee keer uit de groep vertrokken. Ja. En er is iets heel pijnlijk gebeurd de afgelopen week, namelijk Gary Barlow, de blonde, heeft uiteindelijk zijn autobiografie vrijgegeven. En in die autobiografie, die eigenlijk over Barlow moet gaan, gaat hoofdzakelijk over Robbie Williams. Dat Gary zo'n heel groot probleem gehad heeft heel zijn leven met Robbie. Dat het zijn grote voorbeeld was. En dat hij zelfs in therapie is moeten gaan om over het succes van Robbie Williams heen te moeten komen. Voilà. Ja, het heeft dus hele lange sessies. En wat is het toch met Robbie? En wat heb je met Robbie? Maar hij schijnt er nu helemaal overheen te zijn, die Gary dan. Maar dat is dan ook wel een van de redenen waarom ze dus met z'n drieën, en dus niet met Robbie Williams, volgend jaar door Engeland en een deel van Europa gaan reizen. Er werd ook soms gesuggereerd dat Robbie een beetje bi was. Ik heb dat nooit geloofd. Degene die dat meeste suggereerde was Robbie zelf. Er zijn van die uitspraken waar hij zei van ja, ik ben 50%. Ja, het is een sloeber, Anke. Het is een kapoen zelfs, denk ik. Dat is, ik ben 50% heteroseksueel en 49% homoseksueel. Maar het ontbreekt mij nog aan de juiste ervaring en de juiste partner. Maar ik zal eens naar Elton John bellen, want die weet daar vast veel meer over. Ja. Maar ik denk dat het allemaal in humor bedoeld is. Ja, en om lollig te zijn. Maar het minste wat je kan zeggen is dat het een gigantische performer was. Hè? Als je ik heb zo'n dvd nog eens gezien, waar dan staat hij daar op dat podium. Het was waanzinnig. Wat hij altijd deed. Dat is... Ja, hij noemt zich ook meer een performer dan hij een zanger of een componist heeft. Want hij is van die nummers waarmee hij bij jullie in de lijst staat. De meeste van heeft hij ook nog zelf geschreven. Maar in het uitvoeren, zoals je zegt, de manier waarop je het zingt en knipoogt en beweegt. Hè, daar heb je natuurlijk veel aan de radio dat iemand knipoogt. Maar goed, zo is er maar één. Trouwens, Jamie stuurt net, Rick Astley gaat het voorprogramma doen van Take That. Rick Astley. Ja. Ook goed wist je dat. Voor Anke, jij mag daar niet om. Misschien kan je Brian May meevragen. Brian May meevragen. Ja, hetzelfde kapsel dus moet kunnen. Jo, dankjewel. Volgende week ben je er terug. Een zeer goede morgen. Dag. Show all the way.